Henk Krol is al 6 jaar fractievoorzitter van de Tweede Kamer van 50+. In deze aflevering van Nu is Later vertelt hij dat hij nooit droomde van een politieke carrière. Hij is er eigenlijk een beetje ingerold. De openstelling van het huwelijk voor homo's en lesbiennes beschouwt hij als de kroon op zijn werk. Maar hoe ervaart Henk dat nu bijna 20 jaar later de homotolerantie juist steeds meer terugloopt? Hoe is zijn relatie met Hans Wiegel? Hoe gaat hij om met stress? Henk Krol over struisvogels en echte olifanten in zijn keuken. Henk Krol in Nu is Later. Dit is de Praatkast. Welkom. Leuk om hier te zijn. Henk, we hebben net voor dat we starten gezegd van nou, we mogen je en jij zeggen. Dat vind ik heel fijn. Graag. Je vertelt op de site dat je er een beetje ingerold bent in de politiek. Als je terugkijkt naar 1978, wat zag Hans Wiegel in de tijd in jou? Ja, dat zou hem nog eens moeten vragen eigenlijk. Nou, hij belde me op een gegeven moment op. En dat kwam omdat we regelmatig contact met elkaar hadden. Ik was op dat moment vaak op zondagavond de eindredacteur van de maandagochtenduitzending van Tros Actua. Ja. En de zondagavond is niet de makkelijkste dag om een uitzending voor te bereiden. Als er te weinig sportnieuws is, ja, wat is er dan? Dan hoopte je dat de Knesset iets gedaan had, of dat aan de andere kant van de wereld nog iets gebeurde. Ja. En in die tijd had je nog echt de omroepen. Dus nu zou je kunnen zeggen, ja, wacht maar, dan doen we het wel in de maandagmiddaguitzending en dan gaan we het maandagochtend produceren. Maar toen moest die maandagochtenduitzending gevuld worden. En je was ook echt in een concurrentiepositie. En als ik dan helemaal niks meer wist, ik had echt geen onderwerp om fatsoenlijk mee te beginnen, dan was er altijd één noodgreep. Dan kon je Hans Wiegel bellen. Precies, die had altijd wel wat. Die had altijd wel wat. En het leuke was, als je dan tegen hem zei, heb je wat voor de uitzending? Dan zei hij, wat heeft Uil afgelopen zaterdag in de Rode Haan gezegd? Ja. Daar bedacht hij ter plekke iets over. En dat was meestal zo leuk dat het een dag later, op dinsdag, voorpagina nieuws van de Telegraaf was. Dus Hans Wiegel. Ik begrijp eruit dat er ook een beetje een soort vriendschap ontstaan is in die tijd. Nou, ja, dat klinkt nou een beetje onplezierig. Maar hij dacht inderdaad dat ik groot fan en groot aanhanger van hem was. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, het was gewoon nodig om die uitzending te vullen. Ja. Dus op een gegeven moment belde hij mij op. Hij zei, mijn voorlichter Leo Rijnsburger, die stopt ermee. Zou jij mijn voorlichter willen worden? En toen zei ik, ja maar Hans, ik ben niet. Had je iets met de VVD in die tijd? Nee, ik ben niet eens lid van jouw partij. Ik ben wel liberaal, maar ik geloof dat ik ter linkerzijde sta. Toen zei hij, dat komt goed uit, want al die journalisten ook. Dus dat past wel dan. Ja. En ik weet nog dat de dag voordat ik naar Den Haag ging om het sollicitatiegesprek te hebben, heb ik mijn middelbare schoolboekje tevoorschijn gehaald, staatsinrichting. Ja, van hoe gaat dat ook weer? Ja, en zitten er in de Tweede Kamer 100 of 150 leden? Ik wist het echt niet. Nee. En ik werd toch aangenomen. Ja, helemaal gaaf. Wat voor competenties heeft een goede partijvoorlichter volgens jou nodig? Ik denk wat ook voor elke politicus geldt, het moet voornamelijk gaan om de mensen thuis. Het is niet, kijk, die Eerste Kamer is belangrijk, Tweede Kamer is belangrijk, maar de Huiskamer is het allerbelangrijkst. Mm-hmm. En dus moet je altijd bij alles wat je hier doet, en zeker als voorlichter, denken van waar zitten de mensen thuis op te wachten. En als je dat kunt vertalen, want de meeste Kamerleden willen het liefst elke dag op de voorpagina van elke krant staan. En dan hebben ze iets bedacht waarvan ik denk, nou, daar ligt volgens mij geen mens wakker van. Nee. Dus je moet wel voortdurend dingen bedenken waar mensen thuis iets aan hebben. Maar dat, zoals ik begrijp, een persvoorlichter is toch iemand die het hele politieke verhaal ook vertaalt voor de mensen thuis, zeg maar. Dat, ja, een beetje Jip en Janneke taal brengt. Ja, dat zou moeten. Maar hij moet ook de keus maken dat hij niet bij elk wissewasje alle media opbelt. Want dan op een gegeven moment denken ze bij de kranten, oh, daar heb je hem weer. Dat gaat ook weer niet. Dus je moet echt de hoofdpunten eruit halen waarvan je bijna zeker weet, nou, daar kan ik wel mee scoren. Je vertelt net, je was geen aanhanger van de VVD. Werd je dat later wel? Nou, ik werd in ieder geval een grote aanhanger van Hans Wiegel. Want het is echt erg leuk om met hem te werken. Nog steeds. Ja, ik heb erg veel van die man geleerd. Ja. Ik kan me nog herinneren dat als het NOS-journaal dan langskwam, en in die tijd had je nog maar 2 zenders. En het NOS-journaal zei, we willen even een quote van u opnemen. Nou, dan zei hij, hoeveel seconden heb ik? Ja.
En dan zeiden ze van het NOS, nee, u kunt rustig zeggen wat u wilt en wij knippen wel. Ze zei, nee, zei Hans dan, hoeveel seconden heb ik? Nou, dan uiteindelijk kreeg hij te horen dat hij 24 seconden had. En dan gaf hij een quote van 24 seconden. Ja, dat kon u heel goed. Ja. De overstap naar fractievoorzitter, als we het over competenties hebben. Ik zit hier nu bij de Tweede Kamer en ik zie heen en weer rennen. Is dat elke dag zo? Ja. Okay. Ik zit hier nu inderdaad ruim 6 jaar. En ik kan je verzekeren, al die dagen, dat zijn er inmiddels heel wat, is de agenda die ik 's ochtends in handen gedrukt gekregen heb gekregen, nooit uitgekomen. Nee. Hier veranderen dingen bijna per half uur. Maar dan mag je dus eigenlijk zeggen, als competentie, stressbestendigheid is er dan één van. Ik denk dat dat één van de allerbelangrijkste is. En ook gewoon de overtuiging dat je de mensen waar je het voor doet kunt helpen. Als je die twee competenties hebt, dan is het ook verschrikkelijk leuk om te doen. Het is voor jou echt mensen helpen, hè? Als ik jou zo hoor en zie. Is het allerbelangrijkste, is mijn hele leven het allerbelangrijkste geweest. Dat heb ik in mijn vorige functie gedaan. Toen ik me nog inzette voor de homo-emancipatie, wilde ik heel graag dat die relatieregeling, dat burgerlijk huwelijk, opengesteld werd voor iedereen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik het mooiste. Dat je steentjes kunt verleggen en dat je hoopt dat de generaties na ons het op onderdelen leuker krijgen dan wij hebben gehad. Ik kom er zo meteen nog even op terug, want daar heb ik ook nog een vraag over aan je. Maar nog even terugkomend op je dag. Je zegt van ik weet van tevoren dat een agenda ligt er, maar die komt nooit uit. Nee. Stressbestendigheid is er dus één van. Ja. Heb je daarmee nog een beetje privéleven of is dat er gewoon niet? Nou, dat is er wel. En gelukkig, mijn man is heel erg meegaand wat dat betreft. Leeft ook heel erg mee. Maar we zien elkaar veel minder dan ik eigenlijk zou willen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Maar dat mag je er voor over hebben, zeg maar. Luister, ik probeer toch elk weekend, in ieder geval een deel van het weekend thuis te zijn en van thuis uit te werken. Ja. Kamerleden hebben erg veel recesperiodes. Dat wil niet zeggen dat we dan niet werken, maar dat zijn wel de periodes waar je van thuis uit kunt werken. Doen we heel veel werkbezoeken. Maar dan heb je gelukkig iets meer tijd voor je privéleven. Ja. Zijn die recessen ook bruikbaar om je dossierkennis op peil te houden? Ja, heb je daar ook zeker voor nodig. Okay. Anders ga je het niet redden. Er zijn hier zoveel onderwerpen. En laat ik maar heel eerlijk zijn. Je kunt natuurlijk nooit bij al die onderwerpen deskundig zijn. Nee. Dus je moet je laten voorlichten. Je moet met heel veel mensen praten. Je moet dossiers bestuderen. En dat is ook wel leuk. Want ik ben natuurlijk vroeger journalist geweest. Dan heb je dat ook. Dan ga je je steeds inlezen in de onderwerpen waarmee je je bezig gaat houden. En dat doe je als Kamerlid weer. Wat doe je om te ontspannen? Je zegt van nou, je gaat heel hard fietsen of fitness? Ik ga, als ik thuis ben, een heel stuk wandelen met de hond. Dat vind ik echt fantastisch, het bos in. En ik heb gelukkig nu een pup die hartstikke gehoorzaam is. Die loopt geen 10 meter bij me vandaan. Dus die hoef ik zonder lijn, kan ik die meenemen het bos in. En het is heerlijk om dat beest te zien rennen. Volgens mij mag dat niet, maar jawel, je hebt je plekje in het bos waar dat mag. Dat heet ook zo, hondenuitlaatbos. Dus het is geweldig leuk om daar te wandelen. En muziek. Ja, ik ben nu eenmaal, net jouw tune al, dan zit ik al helemaal vrolijk mee te swingen. En ik ben en dat doe je thuis ook? Ja, dat doe ik thuis ook. En ook als ik 's avonds in het hotel kom, ik ga niet slapen voordat ik even naar wat lekkere muziek geluisterd heb. Dat is echt een ontspanning. Ja. Ik heb nog niets gehoord verder over sport. Is dat met opzet? Nou, niet met opzet. Ik probeer op mijn manier, maar dat ziet er heel lachwekkend uit. Ik probeer op mijn manier een beetje hardlopen is eigenlijk niet het juiste woord, maar iets sneller te shocken dan je normaal doet. Dat heet toch ook joggen? Of is ja, dat heet joggen. Ja, ja. Laten we het maar joggen noemen. Ja. Ja. Maar dat doe je 10 minuten? Nou, ik heb zo'n appje op mijn telefoon zitten en die houdt dan precies in de gaten wanneer je moet hardlopen en wanneer je weer moet wandelen. Ja. En ik hou het inmiddels 3 kwartier vol. Dus dat vind ik eigenlijk heel knap heel van mooi. Mezelf. Ja, dat is heel mooi. Want je rookt niet? Nee, rook niet. Goed zo. Wat zijn zaken die voor jou belangrijk zijn als mens in jouw werk? Betrouwbaarheid. Gewoon dat je van mensen op aan kunt. Dat je afspraken maakt. En dat je niet alles zwart op witte papier hoeft te zetten met handtekeningen eronder. Maar ik vind het heerlijk dat je kunt werken met mensen die je echt door dik en dun kunt vertrouwen. Dat heb ik in het verleden meegemaakt met Jan Nagel. Dat heb ik nu weer met de huidige partijvoorzitter Geert Dales.
Wij hoeven niet alles op papier te zetten. Wij kijken elkaar in de ogen. We maken een afspraak. Ja, dat vind ik het meest aardige om op die manier te werken. Okay. Dat je gewoon eigenlijk dezelfde doelen hebt en daar naartoe werkt. Blindelings elkaar kunt vertrouwen. Wat zijn je persoonlijke drijfveren daarin? Als je dan 4 naast elkaar zet. Salaris, status, inhoud, invloed. Invloed, denk ik. En invloed is het allerbelangrijkste. Ik kom uit een nest waarbij mijn grootouders erg activistisch waren en die voortdurend bezig waren met de vraag: hoe kunnen we de wereld ietsjes beter maken? Activistisch in welke richting? Welke achtergrond hadden ze? Nou, gewoon, ze wilden de wereld verbeteren. En op welke manier? Ze waren ook... Ja, maar dat kan wel vanuit een linkse achtergrond zijn als vanuit een rechtse achtergrond. Ik moet je naar eerlijkheid bekennen. Ik weet niet eens welke politieke partij mijn grootouders stemden. Zouden hebben. Nee, dat weet ik gewoon niet. Maar ik weet wel dat elke zondagochtend was er een discussieochtend bij mijn ouders. Mm-hmm. Bij mijn grootouders. En daar ging het over de problemen van die week. En er werd heel grondig met elkaar over gesproken. En als kind mocht je of buiten spelen of erbij blijven zitten. Maar dan moest je als kind wel je mond dicht houden. En ik vond dat zo boeiend. Ik vond dat zo interessant. En dat heeft mij als heel kind, erg... En hoe oud was je toen dat je dat wel interessant vond? Ik denk dat ik vanaf mijn 8e, 9e dat al interessant vond. En dat heb ik volgehouden tot mijn middelbare schoolperiode. Ja. Dat vond ik echt heel erg leuk. Oké. Als ik je cv mag samenvatten, dan komen er eigenlijk 3 thema's, pijlers nadrukkelijk naar voren. Dat is journalistiek, politiek en voorvechter van homorechten. Met welke van die 3 voel je het meest verbonden? Dat je echt zegt, daar heb ik het meeste mee. Ja, dat verandert gedurende je leven. Ik heb echt vanaf 1977, al ver voordat de Gaykrant ontstond, heb ik me ingezet voor die homo-emancipatie, omdat ik dat heel belangrijk vond. Dat komt ook omdat ik uit een erg liberaal nest kom. En ik heb geen enkele problemen gehad met mijn coming-out of met mijn... Dat speelde niet. Nee, dat speelde bij mijn ouders helemaal niet. Die hadden echt zoiets van, als kind maar gelukkig is, dan moet hij vooral zijn leven zelf indelen. Maar ik merkte in mijn omgeving dat heel veel andere mensen daar wel moeite mee hadden. Dat vond ik dan gek. Dan denk ik, waar lopen die tegenaan? En dan hoorde je dat ze de meest gekke dingen thuis meemaakt of in hun omgeving of in hun werksituatie. En toen had ik zoiets, maar dat moet voor iedereen toch prettig zijn. Dus daar heb ik me toen met alle plezier voor ingezet. Toen het huwelijk eenmaal opengesteld werd, en dat is toch echt iets ongekends, want wij waren in Nederland het eerste land waar dat gebeurde. Ik vind het nog steeds ons mooiste immateriële exportproduct. Toen had ik wel na een jaar of na 1,5 jaar zoiets van, hier kom ik nooit meer bovenuit. Ik kan wel andere dingen doen en er moet nog van alles verbeterd worden. Maar dit wordt niet mooier. Nee, dit was het wereldnieuws waar echt televisiemaatschappijen vanuit de hele wereld kwamen naar Amsterdam om die eerste huwelijken te filmen op 1 april. En toen ben ik echt een beetje in een depressie terechtgekomen. Dat ik dacht van, wat moet ik nou de rest van mijn leven nog gaan doen? Ja. En toen daarna Jan Nagel opbelde en vroeg of ik het verkiezingsprogramma toen van 50PLUS wilde lezen, heb ik dat gedaan. En toen ik dat heb je in de tussenliggende periode gedaan? Er zit 5, 6 jaar tussen. Ja, doorgesukkeld. En niet echt. Doorgesukkeld? Ja, doorgesukkeld en gewoon braaf mijn werk gedaan, maar niet echt met dat plezier daarvoor. Wat voor werk deed je? Nee, ik was nog steeds hoofdredacteur van de Gaykrant. En dat werk deed je gewoon toen. Maar daar was de pit uit. Er was niet meer zoiets groots om voor. Ja, dan was er wel weer iemand in elkaar geslagen. Of er was wel eens iemand die discrimineerde. Ja, maar goed. Dat, wel. Maar dat was dat vond je niet zo interessant. Nee, dat was minder groots dan dat wereldnieuws wat we met de openstelling van het burgerlijk huwelijk hadden bereikt. En toen Jan mij dus opbelde en ik dacht, hij belt mij op als redacteur om textueel naar zijn programma te kijken, heb ik dat braaf gedaan. Ja. En op een gegeven moment belde hij, heb je het gelezen? Toen zei ik, ja, ik heb het gelezen. Toen zei hij, ja, kom naar Hilversum, gaan we erover praten. Ik denk, ik heb hem heel lang niet meer gezien. Vooruit, ik ga naar Hilversum toe. Ja. En toen ben ik naar Hilversum toe gegaan. Want je kende Jan Nagel ook? Ja, Jan Nagel kende ik uit mijn VPRO-periode. Uit de periode dat ik na mijn VPRO-periode ook in de Kamer kwam werken. Als voorlichter. Toen maakte hij het programma In de Rode Haan. Dus ik kende hem. En toen dacht ik ook wel leuk om hem na zoveel jaar weer eens te ontmoeten. Het was niet iemand die ik echt gevolgd had in die periode daartussenin liggend. Maar ik vond het wel leuk om hem weer een keer te zien. En toen kwam ik daar in zijn woonkamer in Hilversum. En toen bleek dat hij een mannetje of 25 had uitgenodigd. Die zaten daar allemaal in die woonkamer. Dat wist jij niet. Daar wist ik helemaal niks van. Nee. En die hadden ineens heel andere plannen met me dan de gedachte waarmee ik naar Hilversum was gereden. Ja.
Ik denk, we gaan textuele correcties aanbrengen. Maar nee, die zeiden, wil je je gaan inzetten voor ons? En toen merkte ik ook een strijdbaarheid. Heel veel mensen die zeiden, wij worden, omdat we ouder zijn, achtergesteld. Daar had ik me nog nooit... Had je niet over nagedacht eigenlijk? Nee, niet over nagedacht, niet in verdiept. Ik had ook helemaal niet in de gaten dat dat echt zo was. Nee. Maar gaandeweg kreeg ik in de gaten dat dat echt zo was. En toen dacht ik ineens, ik heb een doelgroep gehad waarvoor ik me lange tijd heb ingezet. Maar er is een andere doelgroep. Die mij misschien wel harder nodig heeft. En dat is de reden waarom ik uiteindelijk ja heb gezegd. Oké, leuk. Als politiek voorvechter van homorechten heb je een grote rol gespeeld in die totstandkoming van het homohuwelijk in 2001. De jaren 60 staan eigenlijk bekend om de seksuele revolutie, waarin ook de homo-emancipatie een kans kreeg. Dat was mede ook omdat de invloed van de kerk toen sterk afnam. In de daaropvolgende jaren 70 en begin jaren 80 was het dan eigenlijk in die periode ook de verwachting dat vrije partnerkeuze steeds meer vanzelfsprekend zou worden en eigenlijk geen thema meer zou mogen zijn. Met andere woorden, dat de religieuze invloed steeds meer achter de voordeur zal verdwijnen. Nu, bijna 2020, 30, 40 jaar later, is in vele streken in Nederland de kerk nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Denk aan de Nashville-verklaring die we gehad hebben. Maar dat ook de moslimgemeenschap erg afwijzend staat ten opzichte van partners van hetzelfde geslacht. Als je dit nu in de geschiedenis kijkt, hoe kijk je dan tegen die bijna omgekeerde ontwikkeling aan? Verontrustend, heel verontrustend. Overigens geldt het niet voor alle mensen die gelovig zijn. Je hebt ook hele liberale moslims. Maar wat mensen steeds vergeten is dat de weerbaarheid die je nodig hebt als je behoort tot de minderheidsgroep, krijg je bijna altijd van je ouders mee. Als jij een donkere huidskleur hebt, dan hebben je ouders meestal ook een donkere huidskleur. Als jij Joods bent, dan zijn je ouders bijna ook altijd Joods. Als jij uit Marokko komt, dan is de kans heel groot dat je ouders daar ook vandaan kwamen. En dat homoseksuele kind groeit bijna altijd op bij heteroseksuele ouders. Daar is niks mis mee. Maar laat ik zeggen, het natuurlijke waardoor je de weerbaarheid van je ouders meekrijgt, is bij homo's niet het geval. Mm-hmm. Die moeten die weerbaarheid van buiten halen. Dat zijn we vergeten. Toen het heel goed ging met de homo-emancipatie, dachten we, we zijn er, we kunnen wel stoppen. Dat is niet waar. Iedere nieuwe generatie moeten we leren dat mensen trots mogen zijn op zichzelf. En moeten we soms een handje helpen. Ja, maar tegelijkertijd zie je die hele tendens maatschappelijk een andere kant op gaan nu. En dat is iets waarvan ik denk van, joh, als je dat terugtrekt naar 2001, dat was het eigenlijk zoiets van, nou ja, het is nu wel klaar. Nee. Het was een kroon op jouw werk, zeg maar. Ja, nee, maar nu blijkt 20 jaar later dat er eigenlijk niet over is. Nou, we hebben heel veel bereikt en we hebben echt heel veel voor elkaar gekregen. Klaar zijn we niet om twee redenen. A, vanwege die ouders die er vaak er ook aan moeten wennen. En B, niet... Omdat er inderdaad veel invloeden zijn, kerkelijke invloeden, waar we 20, 30 jaar geleden veel minder rekening mee hielden. Maar ook in die kringen. Ook in die kringen gaat niet snel genoeg, maar ook daar zie je stapjes vooruit gaan. Ik was ook dolgelukkig toen destijds, hoe heette hij ook alweer? El Moumni, de imam, de meest afschuwelijke dingen over homoseksuelen zei. Want iedere keer wanneer iemand iets afschuwelijks zegt, dan weet je één ding zeker, er gaat een discussie ontstaan. En die discussie gaat bijna altijd de goede kant op. Daar gaat het jou om, zeg maar. Uit welke mensen bestond het gezin van waar jij vandaan komt? Broers, zusters? Ik heb één zus. Die is medicijnen gaan studeren. Is medisch specialist geworden. Kindercardioloog. Mijn moeder werkte aan een horeca middelbare school. De Roy Pannen in Tilburg. Mm-hmm. En mijn vader was directeur van het safaripark Berkse Bergen. Oh, en dat was heel grappig. Leuk, want wij hadden dus als kind hadden we altijd verstoten beestjes in huis. Jonge leeuwtjes, struisvogels, allerlei beestjes. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik heb zelfs een olifantje gehad, wat volgens mij als helemaal... Als je praat, zit je nog helemaal glibber, zeg maar. Ja, als ik uit school kwam, dan stond dat olifantje me echt op te wachten. Dat is dat is heel leuk dat je dat als kind mag meemaken. Ja, dat geloof ik. Hoe vind je nu terugkijken dat ze met jou omgingen? Wat staat je nog het meeste bij? Nou, de vrijheid die we kregen, de manier waarop wij verantwoordelijkheid kregen bijgebracht. Mijn ouders vonden het heel belangrijk dat je dingen kon uitproberen. En mijn ouders hebben me ook altijd geleerd, als je op je bek gaat, dan kan je droef zijn. Mm. Maar je kan ook zeggen, dat is een wijze les. En echt, ik heb
de meest fantastische herinneringen aan mijn ouders. Waarvoor ben je ze met name dankbaar? Die zelfstandigheid die ze me hebben geleerd. Geen enkele dwang om wat dan ook te doen. En je meteen vanaf het moment dat je zover was... Hebben aangeleerd om alles te benoemen en met elkaar te bespreken. En dat het helemaal niet erg is als je van mening verschilt... als je dat maar wel op een respectvolle manier doet. Klinkt heel mooi. Ja, maar ik heb zo'n fantastische opvoeding gehad. Daar kan ik op geen enkele manier iets negatiefs over zeggen. Super om te horen. Welke normen en waarden waren belangrijk? Die dus gewoon dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn. Dat mensen verschillen van elkaar. En dat dat niet wil zeggen dat je dan... Het klinkt een beetje zonder grenzen, maar zo bedoel je het vast niet. Nee, zeker niet. Nee, er waren wel degelijk wel grenzen. Maar mijn ouders hebben me wel altijd geleerd dat als iemand... anders in het leven staat dan jij, dan is dat niet per definitie beter of slechter. Dan is dat anders. Ja. En daar moet je niet een waardeoordeel aan geven. En pas als je elkaar in de weg zit, ja, dan moet je proberen er samen uit te komen. Was je populair op school? Ja, dat is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar ik werd wel altijd gekozen tot klassenvertegenwoordiger. Ja. Dat ben je nog een beetje. Een hele grote klas. Ja, een hele grote klas. Ja, nog steeds een klassenvertegenwoordiger. Had jij in die tijd zelf een voorbeeld waar je naar keek? Dat je dacht van, nou, zo wil ik later ook worden. Oh jee. Had ik dat soort voorbeelden? Dan zit ik nou echt serieus over na te denken of ik die had... Het is niet zo dat het me nu meteen iemand te binnen schiet. Van dat ik dat. Ja, in die tijd waren we natuurlijk allemaal gek van een man als Kennedy. Maar wat wisten we toen van Kennedy? Ik bedoel, dat was toen een algemeen beeld van. Nou, dat was iemand die het prima. En later hoorde je wie Kennedy echt was. Ja. Nou, ik heb me daar toch een beetje in vergist. Maar nee, ik had niet echt een groot voorbeeld. Dat maar Kennedy was wel iemand waar je naar keek. Ja. Toen in die periode dat je dacht van wow, wat is dit mooi. Nou ja, überhaupt. Ik was in die tijd toch ook wel geïnteresseerd. Ook in de hele wereldproblematiek. En ja, ik vond het ook boeiend om naar dit soort wereldleiders te kijken. Ja. Was het voor jou ook een schok dat hij vermoord werd in zeker. Die periode? Dat was nou de wereld stond op zijn kop, denk ik. Ja, maar dat weet je nog heel precies. Dat zijn toch de momenten die je nooit vergeet. Ja. Nee. Waar was jij toen hij werd neergeschoten? Weet je dat ook nog? Ja, dat weet ik nog. Ik was toen op het internaat. En dat bericht... ik heb op een middelbare school gezeten in Venlo. Het Sint Thomas College als interne leerling. Omdat mijn ouders zo druk waren. Horeca. En daar hebben we bewust voor gekozen. Overigens hetzelfde... Dat klinkt heel naar, een internaat. Nee, maar zo is, ervaar nee, je het niet. Helemaal niet. Ik vond dat ik er ook zelf voor gekozen. En de grap is, dan moet ik ook altijd net nog... toen ik met hem in de lift stond... dezelfde middelbare school waar ook Geert Wilders... Oh, je hebt ook gezeten. Ja. We hebben zelfs nog een aantal dezelfde leraren gehad. Hij is een stukje jonger dan ik. Maar onze Duitse en Franse leraren zijn dezelfde geweest. Kijk, het heeft al veel invloed gehad, blijkbaar. Ja. Heb je ook in die periode vriendschappen overgehouden? Ja. Of is dat allemaal een beetje verwaterd? Nee, ik heb uit elke periode van mijn leven heb ik een aantal vriendschappen overgehouden... waar ik nog steeds heel blij mee ben. Ja. Had je nog bijbanen, vakkenvuller? Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt. Natuurlijk met een moeder die les gaf aan een horecaopleiding... was dat bijna voor de hand liggend. Ja. En met een vader die directeur was van Beekse Bergen... werd ik eigenlijk ook een beetje als spion op pad gestuurd... om in het zomerseizoen te gaan helpen bij de Efteling. Mm-hmm. Waar ik overigens leuk verdiende. Maar een van de taken die ik dan van pa meekreeg... was 's ochtends even doorbellen. Dat moest toen nog met een gewoon toestel. Toen had je nog geen mobiele toestellen. Maar even doorbellen of het daar... Zo'n oud bakkeliter ding. Ja, zo'n oud ding aan de muur, weet je wel. Met een draad in de gang. In de gang. Met zo'n potje ernaast waar je kwartjes moest doen. Dat was hem. Ja. En dan moest ik doorgeven of het daar druk was of niet. Want dan kon die kijken hoe het met de concurrentie ging. Precies. En als je nu terugkijkt naar al die jaren... en je moet terugkijken naar wat de grootste verandering in je leven geweest is. Wat is dat geweest dan? Bij mijzelf. Ik hoop maar dat ik altijd zoveel mogelijk mezelf ben gebleven. Maar wat mij het meest opvalt, zeker nu ik hier weer rondloop... Hè, ik heb hier dus jaren geleden ook rondgelopen... de beveiliging hier nu, hoe we hier nu met elkaar omgaan... dat is toch anders dan... in de jaren 80, toen ik hier ook rondliep. Toen
Toen was dat wat vrijer. Ja, ja, ja. Hadden we... Maar is dat een verandering hier? Is dat een maatschappelijke verandering? Want ik bedoelde me vraag meer naar wat jouw verandering geweest is. Je betrekt hem nu heel erg maatschappelijk. Ja. Dat mag. Maar... Wat door mij veranderd is. Ik geloof niet. De telefoon mensen gaat. Die nu luisteren, nee, dit is een bel dat er een ander onderwerp in de grote zaal behandeld gaat worden. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Nee, ik denk dat ik wel mijn hele leven lang toch een beetje dezelfde ben gebleven. Dat is ook een beetje mijn kwaal. Ik ga ervan uit dat andere mensen ook zoveel mogelijk zichzelf blijven. Maar je ziet heel veel mensen erg veranderen. Ik denk dat ik niet zo gek veel veranderd ben. Ik durf vanuit mijn vakgebied te zeggen dat dat niet zo is. Maar nee, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Ik ben er bang voor. Ja, als ik ben er bang dicht voor. Gaat, zeg maar. Ja, oké. Heb je een keuze gemaakt in je leven waar je achteraf gezien spijt van hebt? Dat je zegt van, nou, dat had ik niet moeten doen. Ja, een hele domme fout heb ik ooit begaan. En dat was toen er allerlei beschuldigingen aan mijn adres geuit werden. En die groot op voorpagina's van kranten stonden. Zou ik een oplichter zijn en weet ik wat over allemaal. Over de pensioenen, geloof ik. Ja, pensioenen. En wat hadden we nog meer in die periode? Ik had subsidies achterover gedrukt. Weet ik veel wat. Allerlei onzinberichten. Toen heb ik een hele foute beslissing genomen. Toen heb ik gezegd, ik moet de partij niet in de weg zitten. Dus zonder overleg met wie dan ook heb ik 's nachts om 3 uur, ik herinner het me nog heel goed, heb ik mijn ontslagbrief geschreven en gedacht ik moet opstappen. Want ik wil niet dat de partij daar last van heeft. Dat is de domste beslissing die ik ooit genomen heb. Want toen zei iedereen, zie je wel, het klopt, want hij gaat weg. Achteraf, oer en oer dom, had ik niet moeten doen. Nou, inmiddels zijn er, ik weet niet hoeveel processen geweest. De Field heeft me binnenste buiten gekeerd. Er is helemaal niks aan de hand. Dus jammer. Maar dat is een beslissing waar ik nog steeds erg veel spijt van heb. Ook omdat ik de partij er niet mee geholpen heb. Je zou het nu echt anders doen. Ja, zeker. Als er weer iets zou gebeuren. Als er niks aan de hand is, dan moet je ook 4 in de camera durven zeggen van, jongens, jullie kunnen het allemaal wel denken, maar ga het maar uitzoeken. Het is echt niet waar. Als je hem omkeert, zijn er ook kansen geweest in je leven waar je van later van denkt, die heb ik eigenlijk laten liggen. O jee. Ik heb niet zoiets dat ik daar frustratie van heb. Of dat ik denk van, dat is heel vaak gebeurd. Het zal best. Ik zal best wel eens iets niet aangepakt hebben, terwijl dat wel had gemoeten. Maar ik ben wel van het type die, wanneer er iets op mijn weg komt, dat ik het leuk vind om er bovenop te duiken en te kijken of ik daar iets mee kan. Dus maar je hebt niet achteraf gezien dat je denkt van, oh, daar heb ik iets gezien en eigenlijk had ik dat wel gewild, maar ik heb het niet gedaan. Nee. Nee. Nee, ik geloof het echt niet. Nee. Nee. Okay. Nee. Zijn er ook kanten van Henk Krol die je liever niet laat zien aan andere mensen? Mijn achterkant. Nee, bepaalde karaktereigenschappen dat je zegt van, nou, daar heb ik een beetje gewoonte van gemaakt, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Of... Nee, meer gebaartjes dan karaktereigenschappen. Wat voor dingen? Gebaartjes. Oh, gebaartjes. Ja, een van de leukste programma's waar ik ooit aan heb meegewerkt is De Dubbelganger. Dat was een VARA-programma waarbij een acteur in jouw huid kruipt. En toen heeft Peter Tuinman heeft een dag uit mijn leven overgenomen. En dat is echt, heeft zich daar maanden op voorbereid. Hoe ze het programma ooit betaald hebben, ik weet het niet. Maar het was echt helemaal geweldig. En op een gegeven moment zag ik hoe die mij speelde. En toen schrok ik zo van mezelf. Ik denk, wat loopt daar allemaal lood rond? Ik geef mensen nooit een hand. Ik steek nu mijn hand recht vooruit. Zo hoor je een hand te geven. Ik doe het altijd met een boog. Ja. En dan denk ik, wat een idiotie. En ik zag het hem doen en ik herkende het. Ja, maar hij vergroot dat wel heel erg uit, uiteraard. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar dan nog. Ja. En dan denk ik, oh, moet ik toch een beetje opletten. Toch een beetje opletten dat ik het beter ga doen. Is er iets waar je op dit moment heel erg op verheugt? Of waar je zegt, dat staat in de toekomst te gebeuren? Dat vind ik heel leuk. In de hele nabije toekomst of in de verre toekomst? Mag je zelf kiezen. In de hele nabije toekomst. Ik ga volgende week op werkbezoek naar Taiwan. Daar verheug ik me zeer op. En ik was. Wat ga je daar doen als ik vraag? We gaan daar allerlei projecten bezoeken die voor Nederland van belang zijn. Onder andere ook hoe men daar met ouderen omgaat. En ik was lid van de delegatie. En ik hoor nu net dat de voorzitter van die delegatie helaas door privéomstandigheden niet mee kan. En ineens hoorde ik een half uur geleden dat ik
nu maar die rol van voorzitter moet overnemen. Dus ja, dat maakt het ook ineens extra boeiend. Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar het betekent ook weer extra voorbereidingstijd, lijkt mij. Extra voorbereidingstijd, maar ja, het zijn wel de dingen. Als je het dan toch doet, dan is het ook leuk als je het helemaal goed kan doen. Dat is waar. Heb je nog plannen voor de toekomst? Waar mag ik Henk Krol vinden over 5 jaar? Of over 10 jaar? Oh, bij leven en welzijn. Heel ver. Bij leven en welzijn over 10 jaar. Ik heb altijd gezegd, ik zou het zo leuk vinden om ooit nog eens in de toekomst, als ik helemaal stop met de politiek, om dan een soort van bed and breakfast te beginnen. Ik vind het leuk om mensen te verwennen. Ik vind het leuk om te koken voor mensen. Ik vind het leuk om met mensen te praten. En als ik ooit in Den Haag uitgewerkt ben, dan hoop ik zoiets te kunnen gaan doen. En waar mag dat dan plaatsvinden? Moet dat in Nederland zijn? Of? Dat mag in Nederland zijn. Vroeger had ik echt zoiets, dan moet je naar zonniger en zuidelijkere streken toe. Maar door de hele klimaatverandering komt zijn er zo naar je toe. Dankjewel, Henk. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de Praatkast. Dankjewel, Henk. En graag tot de volgende keer. Afgesproken.